Er is niets leukers dan zelf een beukenhaag snoeien. Je hebt in principe twee verschillende soorten beuken. De haagbeuk en de gewone beuk. Maar voor het snoeien maakt dat niet uit. In principe kun je hem twee keer per jaar snoeien. In de zomer en één keer in het najaar. Maar alles begint met schoon en scherp gereedschap. Oftewel, eerst de roes en alle oude rommel eraf. Dan wordt het weer als nieuw. Het scherpe deel aanzetten met een wetsteen. Een mooi scherp snijvlak maakt ook dat hij beter en sneller knipt. Maar ook dat je minder lelijke wonden krijgt. Want lelijke rafelige wonden zorgen ook sneller voor infecties en ziektes. Dat is ook de reden waarom ik met de hand knip en niet met de elektrische heggenschaar. Nou, die is klaar, dus ik kan de haag gaan knippen. Ik begin altijd met het knippen van de zijkanten. En wat belangrijk is bij het knippen is dat die haag overdreven liever zo loopt dan zo. Dus je mag hem altijd iets smaller knippen aan de bovenkant dan aan de onderkant. Dat is een kwestie van knippen, totdat je de oude snoeiwonden begint tegen te komen. Kijk, en die zitten hier. Dit is de plek waar hij dit jaar een nieuw schot heeft gekregen en waar hij vorig jaar is weggesnoeid. Als je hem nou zo ver snoeit, weet je ook zeker dat je haag niet elk jaar een paar centimeter breder wordt. Ik knip altijd eerst even grof een lijn erin. Dan neem ik afstand om te kijken. Op die manier kan ik ook het beste beoordelen of het er goed gaat, of ik niet per ongeluk ergens een gat in knip. Nou, dat gaat best goed zo. Persoonlijk ben ik helemaal gek op hagen. Je ziet in die uitlopers allemaal hele mooie kleuren. Een beetje van geel naar licht roze. En zo'n haag kan een hele belangrijke natuurlijke plek zijn voor vogels om in te nestelen. En je kan het ook gebruiken als afscheiding in je tuin. Kijk, en wat dan de kunst is, is om de schaar recht te houden en kleine knipjes te maken, dat je niet hele grote happen krijgt. Zo. Nou, laatste tip die ik kan geven is nooit in de volle zon knippen. Dan kunnen de blaadjes verbranden en dan krijg je een hele bruine gloed. Dat is ook niet goed voor de beuk. En dan is deze bijna klaar. Dan ga ik snel door naar de volgende. Hoppakee.